Yo mensen van het kanaal, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Gerjan en vandaag gaan we de DJI Mini uitproberen en testen. Ik wilde eigenlijk nog een unboxing video van maken, maar ik wilde hem al graag openmaken. Dus ik heb alleen een paar fragmenten eruit die jullie nou zien. Ik heb er overigens al wel mee gevlogen, een beetje getest hoe het allemaal is. Dus ja, crashen, dat gaan we sowieso niet doen in deze video. Maar in deze video ga ik ook laten zien wat het beeld is, het kwaliteit en de foto's en noem maar op. Ik ben ook van plan om met de brommer te gaan rijden en dan kijken of we leuke filmpjes kunnen schieten. Ik heb hem hier trouwens nog even staan op mijn bed. Ze zijn nu net allemaal opgeladen, zoals jullie niet kunnen zien. Kijk, hij heeft alle streepjes, de afstandsbediening ook, dus ready to go. Hoppa, we zijn op locatie. Dit is echt typisch Ridderkerk, flikvuur. Ik denk dat sommigen van jullie dit wel herkennen. Ik heb mijn brommer neergezet hier en we gaan de drone uitpakken en klaarzetten. Hier is hij dan, als jullie het goed kunnen zien. We klappen hem uit. Hop. Dit is die ook gewoon, hè. Echt bizar. Hij is nog kleiner dan mijn hand. Zo, de antennes die hebben uitgeklapt. Ik heb dus mijn mobiel erin geklikt. En nu gaan we even de controle aanzetten. En. En de drone uiteraard. Kijk, we kunnen hem mooi vanaf de doos op laten stijgen. Ik had hem wel eens laten landen hier in het gras en dat toen hoefde hij zeg maar niet meer het gras maaien. Ik heb hier wel eens vaker gevlogen, alleen met hele heftige wind zeg maar. Dat deed hij ook. En nu is het gewoon eigenlijk windstil hier. En dan ben ik van plan om hier achter me bij de uitkijktoren een beetje te gaan vliegen. En misschien hier achter bij het kantorenbouw. We gaan gewoon kijken wat we kunnen doen. Misschien nog even met de brommer rijden. Dus nou, zoals jullie zien, hier heb ik al beeld van de drone. Dus we gaan hem even omhoog hijsen. Zijn jullie er klaar voor? We kunnen hier op het knopje duwen en dan gaat hij gewoon de lucht in. We gaan hem gelijk even op filmen zetten. In 3, en 2, en 1. Oeh, moet je kijken hoe stabiel die in de lucht blijft hangen. Hij kan ook de camera bewegen, ik weet niet of jullie het zien. Oh, daar ziet je mij natuurlijk. Oh, wat gaaf. Dus we gaan op de lucht ernaar halen. Ik ga hier gewoon lekker op de grond zitten en dan kijken wat het beeld op gaat leveren. Hij staat nou recht boven mij. Kijk. Nou zien jullie mijn setup. Camera op de brommer. Oké, we gaan even rondvliegen. We willen even naar de uitkijktoren daar.
Hoppatee. Ik word wel gewoon een echte filmmaker. Ben ik dat eigenlijk niet? Zo, dit is wel heel vet, hè? Nou is het ook heel lekker omdat er gewoon eigenlijk nul wind staat. Zo, daar kijken we naar het Alblasserdam. Kijk, en daar zit ik. Zo. Even kijken, we zitten nou 28 meter hoog en 61 meter ver weg. We kunnen nog wel wat hoger, hè? Kijk, mooie ferry. We zijn nu 40 meter hoog. Oh, oké. Oh, het blijft gaan. Oh. Ik heb geen screen record. Oh. Ik heb geen screen recorder, hè? Maar ik ken echt alles binnen de. Kijk hoe goed. Je ziet het heel snel. Je kan gewoon vanaf je telefoon meekijken. Kijk hoe hoog we zitten. Daar zit ik. 60 meter hoog. We gaan kijken of we nog. Oh, het signaal is wat minder. We gaan kijken hoe hoog we kunnen. Meter. Ik hoor de drone geen eens meer. 80 meter hebben we al. Oh. Hij reageert niet meer, dus we gaan kijken of we hem. We gaan even op 80 meter. Gaan we even de camera omhoog zetten. Komt ie. Even 360. Ik zie hem gewoon draaien. Oké, we gaan. Daar is het uitgekomen. Ik ga even recht boven mij vliegen. Kijk. Moet je kijken. Ik hoef nou gewoon niks aan te raken. En hij staat daar gewoon. Je hoort hem heel zacht als je hem ziet. Hè. We gaan even kijken of we naar het kantoorgebouw gaan. Ik ga wel even wat lager. Hè. Oh, trouwens, je ziet het al. Even kijken om. Ja, ik ga niet boven de bomen vliegen. Komt, horen jullie me al? Hallo meneer. Kijk,
Kijk, hier zitten wij. Huppatee. Yo! We hebben hem weer. Zoals je ziet, hij blijft ook echt op zijn punt, de camera. Dat vind ik echt geweldig. Oké, het plan is nou om even alle spullen bij elkaar te gaan rapen en dan de drone boven in de lucht stil te laten hangen. En dan met de brommer donuts te draaien in het gras. Ik hoop dat hij sterk genoeg daarvoor is. Dus we gaan zien. Ik was vergeten om te filmen met de drone, dus we gaan gelijk nog even een keertje. Oké, genoeg voor vandaag. Landing. Oh, ik ga zo stuk om die filmpjes te zijn. Dat ik zo aan de drift ben, jongen. Het ging ook niet lekker. Je ziet wel de sporen nog. Maar je ziet mijn twee benen helemaal uitsteken. Het ziet er zo lachwekkend uit. Kijk, je ziet hier alle sporen. Lekker man! Oké, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden met hoe ik hem getest heb. Ik vond hem zelf ook wel grappig. Hebben jullie nog ideeën met de drone? Laat het hier beneden even weten. Zodat we misschien betere content kunnen maken. Wie weet, misschien een keer naar een meeting of zo met de drone. I don't know. Maar vonden jullie de video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk in de volgende video. Later.